Laten we het eens over vrouwen hebben. Dit is niet Saoedi-Arabië en vrouwen mogen hier gewoon auto rijden. Vrouwen mogen hier een bedrijf beginnen, vrouwen mogen hier leiding geven. Ze hoeven hier geen niqab of abaya aan. En ze mogen ook leiding geven aan mannen. Vrouwelijk ondernemerschap wordt in dit land, de Verenigde Arabische Emiraten, op geen enkele manier een strobreed in de weg gelegd. Dat is één klein puntje. Als u gehuwd bent als vrouw en u wilt een bedrijf beginnen, dan moet u wel een letter of no objection hebben van uw echtgenoot. Die letter moet in het Arabisch worden opgesteld. Wij kunnen dat uiteraard verzorgen. En daarbij kan het handig zijn als in uw paspoort ook staat echtgenoot van en dan de naam van de persoon die toestemming geeft. Staat u niet op die manier in het paspoort, dan is het handig om een kopie van uw huwelijkscertificaat, huwelijksakte, te hebben. Die hoeft alleen maar in het Engels vertaald te zijn, die hoeft niet in het Arabisch vertaald te zijn, maar ook niet geattesteerd. Het is een formaliteit, maar hij moet wel even worden ingevuld. Daarna kunt u uw eigen license als vrouw hebben, uw eigen bedrijf, personeel, eigen bankrekening, allerlei valuta's, absoluut geen blokkades.